President Santokki heeft zijn staatsbezoek aan China succesvol afgerond en reist nu via Amsterdam terug naar Suriname. Het bezoek heeft Suriname in de schijnwerpers geplaatst in China en heeft de handelsrelatie met het land versterkt. Tijdens het bezoek had president Santokki ontmoetingen met belangrijke Chinese functionarissen, waaronder premier Li Qiang en president Xi Jinping. Er zijn ook gesprekken gevoerd met Surinaamse studenten, de diaspora van China en grote bedrijven, wat heeft geleid tot een sterke interesse in investeringen in Suriname. De delegatie bezocht ook steden waar gesprekken werden gevoerd met provinciale overheden en techgiganten. President Santokki benadrukte het belang van technische samenwerking en het leren van het ontwikkelingsmodel van China voor.